Een baby verwerkt op vakantie? In Resort krijg je flinke korting. Van een gratis ontbijt tot korting op een upgrade van je kamer. Hotels en resorts komen allemaal met verschillende aanbiedingen. Maar dit romantische boutique hotel in Costa Rica komt met iets heel opvallends. Koppels die een baby verwekken tijdens hun verblijf krijgen flinke korting als ze opnieuw boeken. Heb je toch al babyplannen? Dan kan je net zo goed een goedkopere vakantie erbij pakken. Win-win toch? Het Resort Tierra Magnifica is een luxe boutique hotel, gelegen op een heuveltop in Ozara in Costa Rica. Ze willen met deze actie stellen aanmoedigen om op vakantie meer tijd voor elkaar vrij te maken. Maar dan het liefst in bed. Het marketingteam van het hotel heeft een opvallende actie bedacht. Stellen die in het hotel verblijven en 9 maanden later een baby verwelkomen, krijgen een gratis overnachting en 50% korting op hun volgende verblijf. Stel dat het ouderschapje even te veel wordt, dan kijk je opa en oma lief aan en dan boek je een korte vakantie. De eigenaar van het hotel is de Amerikaan Steve Jacobus. Hij zegt tegen de New York Post dat zijn hotel geliefd is onder koppels die toe zijn aan een romantische vakantie. Elk jaar komen minstens 2 koppels terug die ons hun heugelijke nieuws delen. Jacobus is trots op dat zijn Tierra Magnifica blijkbaar een plek is waar veel stellen hun babyplannen waarmaken. Het boutique hotel is gek genoeg een zogenaamd adults only hotel. Dat betekent dat kinderen niet welkom zijn. Het kindje dat je dus 9 maanden eerder verwekt hebt, mag je niet meenemen bij het tweede bezoek aan het resort. Een boutique hotel is vaak niet groot. Het heeft een luxueuze, eigenzinnige maar ook intieme sfeer. Tierra Magnifica heeft 14 kamers en is gelegen op een groot stuk grond in de jungle. Je hebt dus geen last van drukke wegen, maar van vogels die je in de ochtend wakker fluiten. Het hotel probeert je aan het begin al in stemming te krijgen. Het welkomstdrankje bevat namelijk vlinderroodbloed. Dat wordt van oudsher gezien als lustopwekker voor vrouwen. Ouderschap is iets heel moois, maar het kan ook druk zetten op je relatie. Vergeet dus niet dat je ook je relatie moet onderhouden. Even ertussenuit zal dus ook goed doen aan jullie romantische band. Nu alleen nog een oppas regelen.